Hey! Kijk deze lucht, joh. Holy shit. Ik moet ook weer gelijk weg, want het is vandaag gewoon op wederom weer een chaotische dag. Want ja, ik ga met mijn zusje opstappen, dus laten we gaan. Ik weet trouwens ook niet of het jullie al is opgevallen, maar ik ga gewoon vandaag een keer gewoon petloos. Normaal gesproken heb ik altijd een pet op en nu is het gewoon een keer gewoon petloos. Nou, om te beginnen bij de cola. Nou, oké. Ik ben niet zo'n prutsen die dan zo'n fles water laat vallen natuurlijk. Ja? Ik weet niet of ik het fragment nog kan vinden, maar vorige keer was het zo dat prutsen die de fles water vallen. Heel stom. Zo, Miran, kun je weer lekker poepen straks? Begint nou te druppelen? Ja. Wat? Nee! Oh. Yo. Kijk jongens, ik dacht dat het kabinet gevallen was, maar het kabinet staat gewoon recht overeind, joh. Het staat zelfs gewoon. Ik begin volgens mij serieus echt gewoon een grote kop te krijgen, dat is normaal. Ik dacht een leuk petje met connect, dat past een beetje bij mijn kanaal, maar ik begin gewoon echt gewoon een grote kop te krijgen, joh. Kijk hoor. Nou, dat is niet beter, maar dan heb ik gelijk zo'n, yo. Ik zal hem doen, ik vind hem leuk. Nee, deze is een beetje, hij is leuk, maar... Oké, okay. Dat is een beetje groot. Ik wil zeggen, hij is een beetje klein. Hij is gaaf. Oh, ken je deze nog? Dat is echt een tijd geleden, de loombandjes. Ik kan me nog wel eens herinneren dat het echt een hype was, jongen. Nou, kijk, je loombandje. Weet je nog in de tijd dat wij die hadden? Ja. Dat is echt good old dat. En zoals met trektouwtjes, of trektouwtjes, die... De Scooby-Doo-touwtjes, dat was okay, het. Ja, dat is echt grappig. Ja. Nee, dat zijn niet deze dingetjes volgens mij. Nee, dit is nou, wat anders, maar ik bedoel deze loombandjes. Okay. Hier lek jij wel op. Nou. Hallo. Ik weet zeker dat dit echt de hemel is voor iedereen, voor alle kinderen. Kijk dit. Allemaal snoep. En die kant ook allemaal snoep. Ik ben serieus bang, dames en heren, dat als het nog even zo doorgaat, dan kunnen we straks lekker de regendans gaan doen. Kijk deze lucht, joh. Holy shit. Helemaal donker. Dat is mijn schuldenbel. Sorry, ik zal erop ophouden. Nou, kijk jongens, dit is altijd zo'n leuke winkel. Ik heb van die kleine leuke dingetjes. En een van die dingen is een nieuwe vlogcamera. Kijk. Nou, ik geloof serieus dat ik nog nooit zoveel als in de afgelopen uren een winkel in en uit ben gegaan. Zo, ik geloof dat ik de afgelopen tijd, sinds dat ik met mijn zus en van pap ben gegaan, nog nooit zoveel een winkel in en uit ben gegaan. Het is echt niet normaal. Het bleef maar doorgaan. Het scheelt dat het een beetje mooi weer is. En dit is al echt al een tijdje geleden dat ik dit heb gegeten. En ik moet een beetje zachtjes praten, want mijn andere zus is ook met een kind. Een zure mat. Nou, wat om mee. Gezellig met de fam. Hoe heet het ook alweer? Red Velvet Cake volgens mij toch? Ja, taartje. Ja, dat is ook alweer even gezellig. Gewoon even lekker een terrasje pakken met je zussen. En dan gewoon even de verjaardag vieren. Ze is nog niet officieel jarig, maar er komt straks een tweede kind natuurlijk bij. En dan is het allemaal een beetje, anders. Beetje druk. Waar. Dus dan gaat het niet lukken dat ze dan hier naartoe komt. Dus ja. Daarom doen we vieren voor vandaag even de verjaardag. Hartstikke gezellig. Ik zit wel vol. Ik heb met echt zo'n cakeje op gehad. En die was behoorlijk vol, kan ik jullie, of behoorlijk machtig. En een echte Red Velvet Cake dus. Maar lekker hoor. Het is trouwens ook een keer voor de eerste, dames en heren, dat ik een keer slippers aan heb. Zien jullie dat? Vanaf ook heb ik altijd dichte schoenen aan. Ik weet niet wat het is, maar ik vind dichte schoenen toch altijd net wat fijner of zo om... Ik heb gewoon nooit zo snel slippers aan of zo.
dames en heren. Ik ben weer thuis. Jeetje, wat een ongelooflijk avond was dit. Hopelijk hebben jullie genoten van deze vlog nogmaals. Vergeet dan niet dat blauw duimpje omhoog te doen. Ja, ik weet het, de septemberfeesten die komen er natuurlijk heel snel binnenkort alweer aan. Maar ik wil wel van tevoren alvast even gezegd hebben dat jullie hebben natuurlijk afgelopen vlogs ook kunnen zien dat ik ontzettend veel heb gevraagd voor een foto. Nou, op zich is er niks mis mee, alleen het is ook wel een keer fijn als ik gewoon zeg maar met vrienden ben en ik ben er gewoon even lekker gezellig met hun gewoon aan het dansen of wat dan ook, of ik ben aan het vloggen. Dan is het wel fijn dat ik ook gewoon even met hun even gewoon mijn ding kan doen. Ik heb jullie altijd gezegd, weet je, jullie mag me altijd vragen om een foto, behalve bij mij thuis, op evenementen, wat dan ook, weet je, dan ben ik echt gewoon in voor een foto, tenzij ik aan het vloggen ben, weet je, dan wil ik wel gewoon even mijn opnames kunnen maken. Nogmaals, weet je, ik sta altijd in voor een foto, weet je, vind ik hartstikke leuk met jullie, ik vind jullie echt toppers, maar probeer wel een beetje rekening te houden dat ik niet altijd de tijd heb om bij feesten of evenementen op de foto te gaan. Alhoewel ik dat heel graag wil, lukt dat niet altijd, want ik ben ook gewoon met vrienden, we zijn ook gewoon met vrienden gewoon lekker aan het feesten en het doen, en ik probeer dan ook gewoon af en toe wat vlogopnames tussendoor te maken zodat uiteindelijk jullie weer een fantastische vlog online zien op YouTube. Dus voor de rest is het gewoon nogmaals echt een superleuke avond gehad. Dus voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken. Hopelijk heb je genoten van deze vlog. Vergeet een blauw duimpje die je mocht doen. Vergeet te abonneren op mijn kanaal. Hier weet je niet gedaan. Check je bij de volgende vlog om 5 uur gewoon op mijn kanaal Mitty. En dan zeg ik zoals altijd en ook vandaag. Peace! Heerlijke vibes. Echt gewoon heerlijke vibes deze zomer. Om kippenvel van te krijgen. Werkelijk waar. Gewoon echt. Dit zijn vibes waar ik gewoon echt oprecht van geniet, jongens. Heerlijk. Peace!